Ja, laatste streamde ik Spider-Man 2. Dit is Spider-Man, of dit is Ultimate Spider-Man. Spider-Man 2 speelden we op de Xbox, dit spelen we op de PlayStation 2. Which, of course, leads to nonsense like this. A few months ago, I reunited with my childhood friend Eddie Brock. What is that? It's our inheritance. Eddie's dad and my dad worked together before they died. We believe the suit may be the last. Hoop ik ook niet, Gijs. Finally, a cure for cancer. People are dying all over the world. All I want to do is try to help them. Het ziet er al beter uit, toch? They had taken the suit away from Dad, and I was going to take it back. I thought, I knew, I could finish what he started. Black suit! I felt good. Great. More than myself. It didn't last. What's happening to me? Get this off of me! I don't know what the suit had become or what it had done to me, but I have super spider powers and I couldn't control it, so I don't think anyone could ever hope to. But when Eddie found out what I had done, who I really was, well, he was pretty angry. Venom is born. Metal Gear Solid heeft ook een hele goede uitstel. Listen to me, Eddie. You're smarter than this. This isn't you, it's the suit. Press when the Spider-Man when the spider sense appears. Press and hold cross to jump out of the way. I've been behind you. I know what it's doing to you. Let me help you before you do something you're going to regret. I gotta get Eddie off. Eerlijk, we kunnen ook wel stellen dat de combat er beter uitziet, toch? Ah, oh, lekker bezig gaat ze flat. Wat voor een beeld ga je voor? Ik heb gisteren nog een PC in elkaar gezet, man. Ik heb gisteren een Ryzen 9 3900X met de RTX 2080 Super in elkaar gezet. Asus Prime Pro X570 moederbord. Heel vet systeem. In een NZXT Elite kast. Ik weet even niet meer hoe die precies heet. I have to stop him. That means I have to put him down. Fast. Killing me. It's killing me. Easy peasy. Nee, het was niet voor mij, Wes. Helaas. Helaas. Maar die Elite kast, die heeft ook een open voorkant. En daar zitten dan twee RGB-fans. Echt fucking mooi. Oh, heel nice, man. Dat is zeker een goed idee, Crit. Want met zo'n AM4 moederbord ben je echt voorbereid op de toekomst. Dan kan je altijd nog heel makkelijk uitbreiden, mocht het nodig zijn. Three months later. I need it. It's not done. Give it back. It's really not done. I can't go swinging around in my nerd clothes. I just have to finish stitching up a hole in the butt. And then... Maar daarom is het extra slim, Crit. I can explain the hole in the butt, by the way. Ik denk dat ik zelf voor een 2070 super zou gaan qua prijs-kwaliteit verhouding. All right.
I'm gonna run by home and grab my web shoes. Hoe vinden jullie dat eruit ziet ten opzichte van Spider-Man 2, wat we natuurlijk afgelopen week hebben gespeeld? I've been sitting on my tush all day. Time for a little workout. Volgens mij is deze ook op PC. Ik weet het niet zeker, maar... By pressing circle while running into the wall will make Peter wall crawl. Let's start with some wall crawling. Ik hoop alleen ook dat het beter bestuurt. Ik weet wel dat je moest webslingen volgens mij met R2 en L2. L2 voor je linkerhand en R2 voor je rechterhand. Just have to jump up there. No big deal. Jump and then jump again. Sure, it breaks the laws of physics, but so do most things I do. It's me, the amazing jumping man. The spectacular leaping dude. Police have attempted to apprehend. Yo, Kelly Clarkson, alles goed? Zeker weten. We zijn heavy on retro de laatste tijd. En dat blijven we ook zo volhouden. Dat is wel goed te doen toch met 2070, super zeker. Als je 2000 kan uitgeven, moet je ook nog monitoren en shit hatsflats. Want ja, dan wordt het natuurlijk wel wat duurder. L2 en R2 at the same time to webzip. Webzipping is great for low buildings like these. Press and hold R2 to web swing. Release R2 to let go of the web. These buildings are tall enough to web swing off of pretty easily. Oh. Vierkantje te boost. Cel-shaded graphics blijven toch wel heel vet, man. Ik zou echt vet vinden als ze de nieuwe Ultimate Spider-Man, of de nieuwe Spider-Man voor de PlayStation 4 deel 2. De PlayStation 5 zal het natuurlijk zijn. Als ze die cel-shaded maken. Cel-shaded à la Dragon Ball FighterZ. Dat zag er echt ongelooflijk vet uit. Dan kunnen we heel dicht bij de comic komen, denk ik. Of Spider-Verse. Oeh. Zou er een Spider-Verse game komen? Ik heb een memory card, Sol. Ik heb een memory card, dus dat gaan we ook zeker weten binnenkort doen. Maar deze week is Spider-Man week, dus deze week gaan we alleen maar Spider-Man games spelen. Ja, Borderlands heeft ook een hele mooie artstijl wat betreft cel-shaded graphics. Het doet me een beetje denken aan The Walking Dead. Weet je wel, die cel-shaded Walking Dead? Yeah. There's an idiot causing trouble a few blocks from here. I need to skedaddle. Ik moet zeggen, het webslingen lijkt hier beter te gaan dan in Spider-Man 2. Out of the way, Piglet! All of you, just back off! I never knew your name was Herman. Schultz. Oh no, it's you! Well, you are kind of in my neighborhood, Herman. 13! Grappig dat je dat zegt, Callisto. Want... Even kijken. Zoep. 13, die heb ik hier in mijn handen. En een van de eerste cel-shaded games was de Xbox race game. Ik weet even niet meer hoe die heet. Was een soort van cartoon-achtige race battle en shit. Maar toevallig heb ik deze van de week binnengekregen. Gekregen van The Buster, die hier ook in de chat zit. Volgens mij is hij nu eten maken, weet ik niet zeker. Maar ik ga deze denk ik volgende week ergens streamen. Volgende week of die week daarna. En er komt een remake van. Die heb ik ook gecheckt al op de E3. Nee, dat was Gamescom, dacht ik. Weet het niet meer zeker. Maar ik heb die remake gecheckt. Die remake was echt kut, om heel eerlijk te zijn, man. Ik heb het een kans gegeven.
Omdat ik 13 vette game vind. Maar die remake, poeh, dat zag er echt heel slecht uit. I'll go easy on you this time, Herman. I'll only use my webs. I'll kill you! I'll kill you! This guy is a joke. I should just web up his hands and call it a day. Nee. Ja, Automodelista was dat ook. Maar dat was een of andere rare cel-shaded card game op Xbox of zo. Als iemand de naam zegt, dan kan ik zeggen, ja, dat was hem maar. Cell damage, ik denk cell damage, ja. Ik denk dat dat hem was. Ik denk dat dat een van de eerste cel-shaded games was. Seriously, good for you. But come on, guys, leave the lady alone. Jet Set Radio. Ja, misschien Jet Set Radio inderdaad. Ja, die was nog wel eerder dan dat. Well, Spider-Man is facing a downed enemy. Press L2 to subdue them before they get back up. Nee, die andere. Hoppakee. Oh, hij is dood. Wauw. Press and hold L2, then press to hang bad guys from the street lamps. It's that kind of quality human interaction that makes it all worthwhile. Oh, yippee! More of you! Camera, die maakt het niet makkelijk. Diep. Sinds wanneer zit Spider-Man in persoon? Wat? Met Jet Set Radio Future, dat is ook wel een game die ik een keertje weer wil gaan streamen hoor. Hele vette stijlvolle game. Ik heb alleen geen Dreamcast meer. Die heb ik ooit verkocht met mijn stomme kutkop. Maar ik heb natuurlijk wel Jet Set Radio Future voor de originele Xbox. Jet Set Radio Future, die was ook vreed. Even kijken, we moeten denk ik naar dat groene ding toch? Ups. Ja, deze Spider-Man laat zich al een stuk beter besturen. City event is in progress. Be a hero and help out. Oké, laten we dat eerst doen. Dat heb ik nog niet gedaan namelijk. The school bell's gonna ring. Chup, 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 chup. Het ziet er eigenlijk zo cool uit dat ik hem misschien nog wel op PC ga kopen. Als je dit op in 4K kan spelen, dat ziet er prima uit. Dan... Wat? Zijn we net te laat? Nee joh! Wat een bullshit. Hier hebben ze in ieder geval muziek wanneer je door de wereld slingert. Dat was bij Spider-Man 2 om één of andere bizarre reden niet zo. Maar dankjewel voor die host, gozer. Voor de raid zelfs. Dankjewel, jongen. Yo, 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 Spidey. Nino Johnny's Cooney moet ik nog spelen, jongen. Shame on me. What on earth are you doing in Queens? What, I can't be in Queens? I have to be here. Is dat een grafische glitch links? Oh, I got a better idea. Is goed, man. Eet smakelijk. Thanks, gozer. Race around Queens. What is this? Dat was die game op skates inderdaad, Diego. You
could beat me? I do believe that's what I'm saying. Then I've got two words for you. Bring it on. Ah, oh, dit gaat zo kut zijn, dat weet ik nu al. Dit gaat zo verschrikkelijk kut zijn. Set, go! Ja, dat bedoel ik. Ik word altijd zo zenuwachtig van dit soort missies, jongens. Echt verschrikkelijk. Gaat het echt een stuk beter als in Spider-Man 2, hoor. Hier heb ik af en toe nog een beetje het gevoel alsof ik de controle heb. Dat had ik bij Spider-Man 2 echt totaal niet. Bleef ik ook overal achter haken. Toevallig blijf ik nu ook achter shit haken, maar... Nee! Nee! Ik geef je net een compliment! Over de swinging mechanics. Ja, we hebben wel gewonnen. Oh man. You're faster than I thought. Now I own you. Yo, Silverman. Ja, met mij gaat lekker, man. Hoe is het met jou? I'm usually hanging out by the Baxter building. Bam. Level 2 activated. Kijk. New city goals. Check out city goals screen on the pause menu. Advances the story. City goals on the pause menu shows what to do next. You can have a look around the city by pressing the select button to view the overhead map. But this is the easiest way to find races, combat tours or the next story mission. Wow, dit is exact hetzelfde als Spider-Man 2. Alleen... is het nog trager. Wat is dit? Secret token found. Oké, okay, cool. Maar... waar is de story mission? Mission M. Ik zie nergens een M. Ik weet niet of jullie dat hebben, maar... Zo, die game is wel groot, zeg. Death Trap Dungeon, The Interactive Video Adventure. Ken ik niet, man. Wat is het precies voor iets? Gewoon even doorgaan dan. Even kijken, wat is dat paarse hier? Oké, okay, dat kan dus niet zoals het in Spider-Man 2 wel kan. Oh, daar is een crime. Het is wel irritant dat hij niet sprint. Huh? What the fuck is the crime dan? Oh, Jezus. Op het dak? Way to go, ga gedaan, pik. New chapter available. Find the beacon on the city map by pressing the select button. Ik heb het idee dat hij gewoon bij de groene zit. Hoewel er gelukkig muziek in deze game zit...
vind ik de muziek niet van een heel hoog niveau. Dat was in Spider-Man 2 wel beter. Althans de muziek die er überhaupt was. Ja, dan doen we dat toch. Hier hebben we ook wat hogere gebouwen. Dat is sowieso wel wat chiller. Ik moet zeggen, ik vind het er beter uitzien dan... En er is ook nog eens mindere hardware, maar ik vind het er beter uitzien als de Xbox versie. Die Spider-Man 2 die we hebben gedaan. Cel-shaded shit blijft gewoon langer goed. Is niet een manier om op het dak sneller te rennen? Nope. Oké, dit werkt niet. Ah, helaas. Nokia Mobile Game kwaliteit? Oh ja, qua sounds, ja, zeker. Moet book token found. Even kijken. Live action avonturen zou ik zelf nooit... Oké. Okay. 7 mei, de eerste beelden van de nieuwe Xbox Series X games. Eerste beelden, gameplay beelden van Assassin's Creed Valhalla. Ik moet die trailer nog kijken, überhaupt nog niet. Maar misschien kunnen we die zo wel even met z'n allen samen kijken. We gaan het straks kijken samen, jongens. I don't know how many days passed. I don't even know how I'm still alive. If you could call this alive. Oh my god. Press R2 and Venom will leap greater distances. The longer R2 is held, the further Venom will travel. Springen met R2. I've seen it all. Mijn god. Press square to claw and triangle to attack with tentacles. And okay. Oh, nice. Yay! Balloon! Maar, hè? Kruisje is springen? En R2 is verder springen. Waarom niet gewoon een charge jump dan? Net zoals Spider-Man. Must be fed. Face Venom spray and hold L2 to feed. The longer L2 is held, the more energy Venom will receive. Eten we die kids op? Wat? Je gaat toch niet zo'n kleine kiddo eten? Uit iedereen die hier kan kiezen op straat. Venom is wel echt heel krachtig, man. Maar dit is hoe Venom eruit hoort te zien. Groot, bulky en met oogglas. Niet zoals in de Spider-Man 3 film, dat was echt dramatisch. Approach the motorcycle and press circle to cause some damage. Waarom de fuck zou ik dat doen? Heb je een beetje hoop in de Venom Carnage film? Er zijn geruchten dat die R-rated gaat zijn. Als die R-rated is, dan heb ik er wel vertrouwen in, ja. Venom en Carnage bij elkaar, dat is echt insane.
Hey, Logan. Ik vond de Venom film goed in het feit dat ze het karakter van Venom en die relatie met Eddie Brock zo ontzettend goed hadden neergezet. Dat was echt bijna perfect gedaan. Alleen de hoe heet het? Ik ben even zijn naam vergeten, maar de eindbaas, de main antagonist, die was echt dramatisch kut. Ook zijn motivatie was echt dramatisch kut. Het was unbelievable. En weet je, Venom is echt een gruwelijk, bruut en gewelddadig karakter. En als je dan elke keer... En hij eet fucking mensen. En als je dan elke keer, wanneer ze insinueren dat hij iemand gaat eten, de camera wegpent, dat gaat nergens over, man. Doe even normaal. What's up, bub? That's my bike you smashed this place up with. How are you supposed to be anyway? I'm the best at what I do. Nou, eerlijk is eerlijk, die lock-on werkt echt voor geen meter hoor. Ik drink al een paar keer op die lock-on. Hey! Look! Die camera dan! Vet dat je mensen kan gebruiken om je health weer erbij te krijgen. Hij wil die camera niet lokken. Dit gevecht is niet te doen zonder camera-lock. Ik was echt al lang dood geweest als die... Oh, Jezus! Camera, wat doe je, man? Wat is dit? Komt er nou leven bij ook? Oh my god. Is dit die invincible bullshit van hem? Oh my god, wat een kutgevecht is dit. Dit is wel echt dramatisch kut, zeg. Zo. Hey. Raak ik hem? Ik heb geen idee. Ah, kom op. Hij is bijna down. Hij is down. Mijn god. Morbius film zag er ook wel goed uit hoor, die trailer. Heb je wel de echte volwassen comics gelezen, Crit? Volgens mij is dat alweer gefixt, Young Priestess. Het ding is, niet iedereen heeft een probleem, dus het is fucking moeilijk controleren de hele tijd. Ik heb bijvoorbeeld zelf dat probleem niet. Die camera is wel echt dramatisch af en toe, zeg.
Wat is hier? Het zijn challenges, of niet? Daar heb ik helemaal geen zin in. Fuck no. Ik wil geen race doen. Ik kan me niet meer herinneren, Daika. Is dat echt zo? Die film was in ieder geval scheid. Oh, area unavailable. Nou, laten we crimes oplossen dan. Moeten we per se races gaan doen? Dat zou bijzonder teleurstellend zijn. Vooral omdat ik echt zenuwachtig word van die domme races. Allemaal races, man. Wat is jouw favoriete Marvel movie? Ik denk Guardians of the Galaxy 1. Ik denk Guardians of the Galaxy 1. Of Spider-Man. Hey, in één keer werkt de double jump niet. Wat is dit nou weer? Nu wel. Nee! Oh. Ik ben niet gemaakt voor dit, man. Dit voelt al aan als PvP van Destiny. Oh my god. Oh my god. Silver medal, nou cool. Nope. Ik hoef absoluut niet te retryen. Captain Marvel zonder twijfel. Ja, nee, dat snap ik, man. Dat snap ik. Break the male patriarchy, toch? Huh? Dames aan de top. Oeh, daar is een crime. You're a crazy son of a gun, but I love you. You're a crazy son of a gun. Ik moet wel zeggen, bij mij ziet het er zo fucking wazig uit het beeld. Je moet het wel echt op een CRT spelen. Dan ziet het er denk ik heel goed uit, maar... Winter Soldier is ook echt heel erg goed, ja. Nee, voor mij is het Guardians of the Galaxy of Spider-Man. En Spider-Man begrijp ik dat objectief gezien echt helemaal niet zo is. Maar dat is mijn persoonlijke voorkeur. Ja, we hadden van phase 1 tot en met 3. En volgens mij valt Far From Home officieel onder 4. Dus dan is het Homecoming. Ze hebben gewoon het karakter van Peter Parker en zeker ook Spider-Man echt geneeld wat dat betreft. Waarom spreekt ze Brits? Zit in New York, baby. Ik merk wel iets geks. Weet je, deze game speelt beter. Ziet er beter uit dan Spider-Man 2. Maar het voelt alsof... alsof Spider-Man 2 wat meer episch is of zo. Ik kan het niet omschrijven. Hoe is die nieuwste dan? Far From Home? Ja, heel erg goed. Ja, Guardians 1 is qua soundtracks onovertroffen natuurlijk. Die dat je de bad guys met de kop in een bak piranhas kon duwen? Wat? Welke game is dat? Right on. Hey,
dead. Time for a matchup, boys. But. Vind je Marvel Universe leuker dan Star Wars? Poeh, moeilijke vraag. Nee, denk het niet. En de Cinematic Universe vind ik van MCU toffer. Maar alle lore, alle verhalen, alle games, dan is er geen twijfel over dat dat Star Wars is. Mijn favoriete Star Wars film is, denk ik, The Empire Strikes Back. Ja, dat denk ik wel. Beetje cliché antwoord natuurlijk, heel veel mensen hebben dat. Maar ik vind de space battle in Return of the Jedi vind ik dan weer het vetste. Nee, dat is niet waar. Ik vind de space battle in Rogue One het allertofste. Dus half space natuurlijk en half op Scarif, maar die shit was wel echt geniaal, man. Revenge of the Sith zit zeker in mijn top 3, Buster. Zit zeker in mijn top 3. Weet je, Revenge of the Sith is misschien wel een prequel. Maar het is wel een goede Star Wars film, hoor. Die is vaak wel underrated, wat mij betreft. Even kijken, moeten we weer een race? Als die easy is, dan doe ik hem. Ja, nou, laten we maar doen dan. Het zal er zeker gedateerd uitzien. Maar kan je daar niet doorheen kijken dan, Hanso? Als het een vette film is, dan is het toch gewoon vet. Ach, jongens. Double jump en wil dan wallcrawlen. En dat doet hij dan weer niet. Wat een kut parcours is dit, zeg. Ja, en dan doet hij die double jump weer niet. De controls zijn af en toe wel een beetje inconsistent. That'll have to do. Yo, malle flappie, alles lekker, man. Oh, daar is een crime. Laten we er snel naartoe gaan, want je moet dus snel reageren, anders is het gone. Shootout met police. You are so much better than a daredevil creep. Hey, not gonna lie, I like it. Ja, nostalgie speelt bij Star Wars wel een grote rol, Hans. Dat moet ik ook heel eerlijk zeggen. Weet je, ik ben een gigantische Star Wars nerd. Het zal voor altijd in mijn leven zo blijven. Maar ik begrijp ook wel dat het heavy nostalgisch gedreven is. Hey, ik zie elke keer op de hoek van mijn radar dat er een crime is. En dan is hij gelijk ook weer weg. Nou, misschien gewoon nog een beetje rond blijven slingeren. Doe me denken aan die brug in GTA 3. Weet je wel, waar die zegt: My hands are all messed up, so you better drive, brother.
Red means stop. Oké, hoe lang moeten we rammen? Er rijdt intussen ook nog een aantal mensen aan. Dit was het. Oké, we hebben weer een story mission. Ik vind de pacing en Spider-Man 2 deed dat ook niet heel fijn. Je wil gewoon story spelen, maar je mag niet verder met het verhaal voordat je 300 fucking bandieten hebt opgepakt en 2 races hebt gedaan. Get the fuck out of here. Dat betekent alleen maar dat het verhaal heel erg kort is. Kan niet anders. Ik haat het wanneer ontwikkelaars de game zo artificieel verlengen. Om er maar voor te zorgen dat mensen niet binnen 3 uurtjes klaar zijn. Ik heb het nog niet gezien, Jiminy. Die gaan we straks wel even kijken. Sort of like a rhinoceros, but bigger, is rampaging through the streets of the city. We have not yet confirmed reports that this is the same creature that Iron Man... Psst. Hey, you remember the big rhinoceros-looking guy? You're gonna have to be more specific. He's, like, on the loose. Oh, man. The trick finals next period. 10 minutes there, kick the rhino guy in the ding-ding, and 10 minutes to get back. You can do that with your mask on backwards. Star Wars is niet kut. Star Wars kan niet je ding zijn, maar het is niet kut. Zelfs de sequel trilogy is niet kut. Het is niet heel goed, maar het is niet kut. Oh, my leg! Hang on! Oh. Die man wordt geëlektrocuteerd en zegt oh my leg. I don't wanna die. I just need to pick him up and move him to safety. Easy stuff. Oh, hij moet bij de ja. Wow. Oké. Okay. Thanks man. You're stealing from me. This is my store. I need to get that TV off that poor guy. He's getting crushed. Oh, great. Now you're going to steal my stuff. Well, actually, I was saving your life. I think the words you're looking for were, thank you. Wat een weirde knoppencombinatie moet je doen. Oh, sweet sassy molassie. Hurry up before the cops get here. Like Spider-Man. Aw, you do know me. I feel all warm and... Waarom zijn ze de hele tijd fucking Brits? We zijn de fucking Queens. Dat was, ja, we waren net de Queens, dat denk ik nu niet meer. Ah, fuck af met Rostico, man. Weet je, Rostico is wel genaaid, maar eerlijk, haar karakter was ook echt super kut. Het is niet haar schuld, maar... Ja, kom op. Komt u, well, Rhino. That's no good at all. Help us! Hey, help! Oh no! The people in there will burn alive if I don't get that car out of there quick. Everybody out! Run! Ik kan me dit vaag nog herinneren allemaal. What's up, Game On End? Zeker weten, zeker weten. Is that a rhinoceros?
rhinoceros horn, or you just have to be to see. Jesus. I'm so scared I can't even finish my lame joke. Ja, dat is het hele probleem. Die sequel trilogy ging nergens naartoe. Dat is echt een ramp. Gewoon dat hele productieproces hebben ze zo verkeerd ingestoken. Ze hebben het verhaal niet geschreven voordat ze het gingen opnemen. Waardoor elke fucking regisseur met zijn eigen schrijver de shit mocht aanpassen. Insane. He's about to fall. I guess there's no such thing as a slow day when you're a big-time superhero. How about a guy dressed up like a teddy bear who gives hugs? How about that, huh? Just once, a huggy bear instead of a big rhino or a scorpion. That'd be nice. My pinky hurts. Not to worry. This is a job for your friendly neighborhood Spider-Man. They're gonna love you. Volgens mij was dit best wel een moeilijk gevecht. Ik weet het niet meer zeker, maar ik dacht het wel. Wet cement, big crazy guy. Meerdere, ik zag op een andere stream twee schepen elkaar joinen en dat ze elkaar schepen op de map zagen. Het zou vet zijn. What the fuck? Vergeet niet wat te eten, man. Vermogens, anders slaan die straf Hendrik straks weer in. Ja, ik moet heel snel wat eten straks tussen de twee streams door. Maar dat komt wel goed. Hoe doen we dit? Hoe werkt dit? Nee, dat werkt niet. Er staat goed, maar ik raak er geen ene fucking moer. Het staat de hele tijd goed, maar volgens mij gebeurt er geen ene moer. Nee! Nee! Kom op! Ik wil het zeggen. Het lijkt alsof er... Ja, ik zit vast in hem. Ik zat vast in hem. Ik kwam er niet meer uit. Er lijkt geen progressie in te zitten. Is goed, Niels, check je later, jongen. Wacht even. Je ziet toch dat ik in de boss met hem ben, Callisto? What the fuck? Ja, hoe raken we met de wrecking ball dan? Hoe? Hoe de fuck doen we dit? Dit lijkt helemaal niet te werken. Hey, ik zie hier een wrecking ball, maar...
Er gebeurt niks. I should get his attention. Oh my god, can he move without talking? Hij heeft het de hele tijd over een wrecking ball. Hier hangt er een wrecking ball. Kan iemand kijken wat ik moet doen? Ja, I know. Ik zou je graag willen helpen met de wrecking ball, man. Ah, ik zit weer vast! Wat is dit voor bullshit? En hij zit weer vast in hem. Zag je dat? Welke keuze heb ik gemaakt? En hij zit weer vast in hem. Ja, dat kan niet, man. Cool, maar... wat is dit nou voor bullshit? Ja, hij loopt dan gewoon terug. Nu zit de camera in hem. Nice. Waar de fuck zit hij? Hè? Dan gebeurt hier niks. Ik druk op rondje, maar... kijk, zie je dat? Nee! Maybe if I jump on his back and beat on him. Contriterate non-placid extra hurt! That wouldn't accomplish anything without the big fellow standing in front of it. Hij staat er toch voor? Cool, ga eraf! 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 Ja, ik dacht al dat hij iets met cement was, maar ook als hij op het cement rent, het is niet dat hij vast blijft plakken of wat dan ook, en hij blijft alleen maar over die wrecking ball. Dus ik had zoiets van, hè, wat? Als hij nou stilstaat voor de wrecking ball, dan kan ik hem raken. Dus ik leg hem elke keer recht voor die fucking wrecking ball. Ik ga even wat te drinken pakken, jongens. Ja, je moet het maar kunnen, hè, Q. Je moet het maar kunnen. Dankjewel, dankjewel. Oké. Okay. Geen bier? Nee, gast. Straks pas. Ik heb nog niet gegeten, niks. Met cement, big crazy guy, wrecking ball. This gives me an idea. Ja, oké. Okay. Hoezo heb je respect voor me als ik geen bier drink? Bier is toch hartstikke lekker? Ja, ja, zeker vanavond nog Most Tavern. Here goes nothing.
Dat je een keer eens iets anders pakt dan pils. Hans, what the fuck? Kijk mijn streams van de afgelopen weken. Jump dan! Jesus! What the fuck? Hoe kan dat nou ineens? Wauw, dit zijn wel de hele cheap fucking moves, man. Ja, moet je het wel doen, pik! Reageert ook voor geen meter, man. Kan ik die gewoon hier bovenop de muur plakken? Yo, Tomorrow. Gaat lekker, man. Dat is met jou. Fuck off! Ah, deze controls, jongens. Mijn god. Dit gaat echt spannend worden, man. Ik ga dit niet redden. Door die ene fuck move van net, dat ik echt 8 auto's op mijn bek kreeg, ga ik het niet redden. Kijk, want ik kan wel rond blijven banjeren. Dit deed ik net ook, maar toen kreeg ik in één keer 8 auto's op mijn bek. Het zijn oldschool games, Hans. Het zijn oldschool games, man. Straks opnieuw doen. En het duurt echt veel te lang ook. Now that's a spicy meatball. All clear. Huh? This is just going from stupid bad to stupid worse. Zijn rug was weer vrij. Jesus. This is just going from stupid back. Nee! Worse. That was my chance. Helemaal niet! Met je nou's je chance. Mr. Rhino, but a little
Nu is het chance. Look safe to get in there. Nou, nog één keer, nog één keer. This is just going from stupid bad to stupid worse. Electricity on his back is gone. Yeah! Yeah! Seems so familiar. Absoluut 21 switchen. Vanaf 8 uur. Back away from me, Master Venger. My diminutive corpus will not withstand your contumelious defeasance. Not with the big words again. Time to abscond this locus. Nah, dat heb ik liever niet, Hans. Niet iedereen kan aan die game spelen. Dat is toch kut. Must have taken a nastier beating than I thought. My brain feels like it wants to climb out of my skull. Ah, okay. Wow, that was odd. Maybe I just need to take a couple days off. Relax. Just not be Spider-Man for a few days. Ja, dat snap ik. Maar ik ken genoeg mensen voor wie bijvoorbeeld een normale God of War gewoon te moeilijk is. Terwijl het een heel vet game is waar ze ook van hebben genoten. Omdat daar die cinematic mode in zat. Ik bedoel, ik zie het altijd als normal is hoe de game developers het bedoeld hebben. En hard is gewoon een extra uitdaging. En easy is voor juist gewoon mensen die het eigenlijk niet kunnen. Maar wel heel graag de game willen spelen. Je wilt toch dat zoveel mogelijk mensen gamen, joh. Ken jullie de meme van de twee Spider-Mans die elkaar aanwijzen? Van, ik ben echt Spider-Man en ik. Yep. Zeker weten. En die zat ook in de Spider-Verse. In de post-credits scene. Heel vet. Job for your friendly neighborhood Spider-Man. Oh, Jesus, that. And I do love saying that. This is the best vacation ever. Vacation? Normal. Als je twijfelt, normal. En als je dat te makkelijk vindt, zet je hem op hard. Ik ben wel voor games die waarbij je halverwege van moeilijkheidsgraad kan verwisselen. Er bestaan ook nog steeds games waarbij je begint op normal of hard en dan ben je ergens halverwege of bijna richting het einde, maar dan krijg je de eindbaas niet verslagen en dan kan je de moeilijkheidsgraad niet lager zetten. Wat moet je dan doen? De game opnieuw beginnen met een lagere moeilijkheidsgraad? Wat is dat bullshit? Yo, JD, what's up? The force is strong in this one. Vane Gaming, dankjewel voor die follow. Domme races, die hadden ze wel achterwege mogen laten, hoor. Waarom de fuck zou je dit willen spelen? Je wilt toch gewoon fucking Spider-Man dingen doen? Oh. Jezus! Nee, joh! Ik heb er zo lang over gedaan. Nope.
Gaat alles lekker blikjes. Even kijken, op een gegeven moment ga je patronen herkennen, weet je hoe je moet handelen. Dan doe je maar 2 dagen af. Ik ga Surinaamse bami eten. Ik heb nog Surinaamse bami over van gisteren. Maak ik even een theetje bij. Zijn weer helemaal good to go. Jezus, hoe kan je deze zoveel sneller doen? En dit was easy? Jesus. Nou, dan is dat geregeld. Dan niet. Als je zo raar gaat doen... Nobody needs that. Ik vind het wel vet dat je ze op de grond moet vast webben. Hey, hoe gaan we deze papi pakken dan? Zo. Ja, ik zag het blikjes. Weird man. The force is strong in this one. Maar ja, dat is ook zo opgelost, dus... Geen probleem. Oh. What the fuck, is er nog steeds eentje? Waarom staat hier nog steeds een rood puntje dan? Geen idee. Is dat door deze gast of zo? Waarom verschuilt hij zich in de bosjes? Ja, dat was hem. Ja, deze Spider-Man ziet er heel nice uit. Maar deze is ook echt gebaseerd op de comics, hè. Die andere was op de films. De comic Spidey is sowieso altijd toffer dan film Spidey. Altijd. Zelfs toffer dan Tom Holland Spider-Man. Hier mogen ze van mij betreft... Nee, dat trouwens ik ouwe hoor. Ik wou zeggen, hier mogen ze van mij betreft best wel een remake van uitbrengen. Een remaster bedoel ik, gewoon een HD graphics. Maar daarvoor is de gameplay gewoon niet meer vet genoeg. Weet je, ik vermaak me ermee. Maar ik denk voor 2020 publiek dat het gewoon niet goed genoeg meer is. Hey, GK Michael. Alles lekker, jongen. Oh, hier is een crime. So this is your idea of a night out on the town. Oké, okay. Fair enough. Deze komt uit 2005, Roy.
15 jaar oud alweer, man. Hier tussen die hooggebouwen zit er veel chiller. Beneden zijn, denk je. Nee, we moeten boven zijn. Shady Spider-Man Games? Saté kubatata. Je bedoelt gewoon een patatje pindasaus, DJ Home Alone. Een beetje interessant zitten doen hier. Forsaken, die is echt heel erg goed met de tooth. Ik ga Surinaamse bami eten met een satéetje. The next thing I remember is feeling a... Als dat kan, dan sta ik er zeker voor open, Emperor's Weapon. That's our boy, Eddie Brock. I don't get it. Where's the suit? The suit. Ja, maar de kubatata, dus de met friet niet. Dan zeg je toch gewoon wat Antilliaanse saté met friet. Als je zegt saté kubatata. Dan heeft die rest zoiets saté met wat. En die snappen dan toch ook niet dat dat Antilliaanse saté is. Maar whatever, man. Whatever, man. It's okay. It's okay. Rotti is heel lang geleden dat ik dit op heb, man. Nu je het zegt, daar heb ik wel zin in, maar... Je hebt bij mij in de buurt gewoon geen plek waar je lekker rotti kan halen. Ja, hier heb je gewoon geen goede rottizaak, helaas. Press circle, then square to faceplant an enemy. Dat is nice. Works well enough. Jezus, de hoop enemies hier. Oeh, dat is een sicke move. Zag je die? Wacht even, ik ga bij de laatste nog een keertje doen. Hier, let op. Oh, jezus. Hier. Die backbreaker die dit deed, was wel echt insane. Hier, let op. Hey. Hey, niet gooien. Ik zei backbreaker. Ik heb ook gewoon civilians langs. Oh god, dit ga ik niet meer redden.
Waar zijn mensen? Gewoon mensen op straat, hier. Dat had ik nodig. Nog eentje. Maak een sweetie, ja. Heb ik wel eens gegeten. Zeker toen ik in Klarendal nog woonde. Bestelde ik daar wel eens rotti. Die bezorgen niet hier in Zuid, geloof ik, man. En ik bestel sowieso bijna nooit eten om... dat is gewoon te duur in je eentje. Met bezorgkosten die er nog bij komen, minimale bestelorder en dergelijke. Het is gewoon te duur in je eentje. Als ik met anderen ben, meestal wel. Maar ik bestel ook heel vaak BKK. Die is ook erg lekker, man. Heb je daar wel eens besteld? Ja, dat is dus het ding. Ik bestel gewoon niks. Dat is te duur. Waar zijn de civilians daar? Sammer, ik wilde eerst een civilian opleveren. Die rende deze kant op, zag ik. Waar is de civilian? Hij is wel vettig, maar ik vind die nummertje 66, die spicy shit, die vind ik echt heel nice hoor, van hun. No! Maar in Amerika haalde ik ook heel vaak eten. Maar dan was ik met 3 man minimaal, weet je wel. Was ik met mijn ex en de dochtertje. En weet je, bestel even 3 man. Dat maakt sens. Ik heb straffe Hendrik en Paulana voor vanavond, jongens. Dus dat wordt echt genieten. Het kan niet misgaan. Wat ben ik in godsnaam aan het doen eigenlijk? Ben ik gewoon flink aan het huishouden hier in de stad? Zoek alleen civilians. Hier. Eet hem dan! Ja, in Amerika, tenminste in L.A. Was het echt 1 dag, 2 dagen in de week koken, de rest alleen maar afhalen? Ik was nog raarder die fucking auto, hoe bestaat het? Is dat iemand? Ja. Vanavond aan de leven, Neper. Lekker, man. Leven is ook wel een van mijn favoriete biertjes, hoor. Dan kan je me wel voor wakker maken. Hey, ik heb vanavond straffe Hendrik Palaner. Ik denk een mooie formatie, mooie opstelling. Daar gaan we van genieten. Ik vind die... Die Venom gedeeltes, die zijn wel een beetje heel random, hoe ze ineens aan bod komen elke keer. Weinig story ook.
En om een of andere reden kom ik de hele tijd terug in Queens, ook al was ik in fucking Manhattan. Why? 8 uur beginnen we. Koos, heb je Def Jam Fight voor New York gespeeld? Ja, zeker weten. Volgens mij heb ik die hier nog ergens liggen, Crit. Oh, deze had ik al gedaan. Kut. Ah, kut. Deze had ik al gedaan. Silver medal in ieder geval. Volgende keer Devil May Cry 1. Grappig verhaal, Manon. Ik heb deze setup, zoals ik hem nu heb staan, heb ik getest voor het eerst met Devil May Cry 1. Ik weet niet of ik hem ook gelijk hier heb liggen, maar... ja. Blip! Devil May Cry 1. Hele goede herinneringen aan, man. Hier had ik het even mee getest. En toen had ik zoiets van, ja, we kunnen weer retro games gaan streamen, dus het werkt. En dit is zeker een game die de komende maanden, weken voorbij gaat komen. Deze, niet deel 2, want deel 2 was echt schijt. Was dat deel 2 die zo schijt was? Ja, toch? Ik dacht het wel namelijk. Ik vond deze Devil May Cry 5, die onlangs is uitgekomen, die vind ik heel erg vet. Ik vond die reboot... ik heb hem niet echt gespeeld, en omdat ik het er niet vet vond uitzien. Kijken of er straks weer een crime voorbij komt. Ja, ik heb die dus niet gespeeld. Daar kan ik niet over meepraten. Laten we eens in deze tunnel gaan. Kijken waar die eindigt. Ik denk gewoon Manhattan, maar... Even kijken, staan al die consoles onder je desk? Nee. Deze PlayStation. Wat staat hier? We staan hier alleen even aan de zijkant. Staat er echt een gigantische stapel met games. Even kijken of ik het kan laten zien, maar... Ik heb ook deze even geregeld. Ik weet niet of jullie weten welke dit is. 10 bonuspunten voor degene die het meteen goed raadt. Crisis Core inderdaad. Ja, deze heb ik hier gewoon toevallig naast mijn computer staan. Het zijn niet allemaal PlayStation 2 games. Ik denk dat ik het dubbele nog heb hiervan. Maar dit was een kleine selectie aan games. En er zit natuurlijk Metal Gear Solid bij. Er zit natuurlijk Grand Theft Auto San Andreas bij. De allereerste Castlevania game. Althans, de 3D Castlevania game, de allereerste. Pro Evolution Soccer Management, die gaan we zeker ook een keertje spelen. Final Fantasy X en X-2. Grand Theft Auto 3. Ghost Recon Jungle Storm. Ring of Red. Killzone. Tenchu. Half-Life. Resident Evil Code Veronica X. Ultimate Spider-Man en Devil May Cry onder andere. En het was Crisis Core inderdaad. Voor de PSP.
Shadow of Rome heb ik niet gespeeld. Ik ken hem ook niet. Is ook PSP, Menom. Maar volgens mij kan je hem ook downloaden voor de, voor de PlayStation 4, toch? Moet je even in de gaten houden, Luc. Volgens mij hebben we een complete crew. Maar als er een plekje vrij is, mag je zeker meedoen. Dat is what Moe's Tavern is about. Gewoon gezelligheid met zoveel mogelijk man. Defeat the gangs. Oké. Okay. We hebben nu een crew van Daan, Jelle, Weertof en ik. Smash? Ik ben je, jongen. Je bent echt geband dan, hè? Die hebben we. Wat tof dat al deze gangs in schattige parkjes blijven hangen. Dat is de PlayStation 4 combat toch wel wat meer geraffineerd. Van het combat systeem van de PlayStation 4 versie vond ik zo vet. Daar kon je echt hele vette moves maken. Moet de camera niet zo kut zoals hier. Het kan ook niet Smash, want je wordt geband, jongen. Wat keiharde ban voor je back. Maar waarom kan je niet stream snipen dan? Ik had trouwens niet de enige zijn met de moeder die Carmageddon 2000 deel 2 haatte. Ik mocht het van mijn moeder officieel niet spelen. En van mijn pa zei ja man, hier heb je hem. En mijn pa heeft hem toen gekocht. Waarom hangen die gangs alleen maar in parkjes? Oh jezus. Oh, even wat leven pakken. Welke, Spider-Man voor de PlayStation 4? Ja, ik ga dus een nieuw Game Plus doen, Chris. Die nieuw Game Plus, yeah, dit maakt meer sens. Gangs die hangen bij een fucking harbor. Ik heb hem ook platinum gehad, dus ook mijn allereerste platinum game. Ik ben sowieso normaal nooit een trophy hunter. Maar die wilde ik per se platinum hebben, heb ik ook gehaald. En ik ga nu dit weekend een nieuw Game Plus spelen voor de stream. Hier beneden zit ze. Het is wel een lange challenge. Waarom wordt ze niet geraakt? Ik wou net zeggen. Hè? Waarom werkt dat niet? Dan maar zo. Check the city goal screen on the pause menu for incomplete goals. Even kijken, city goals. City events completed. Nou, moeten we nog eentje. En wat zijn die tokens precies?
Heb je Dragon Ball Kakarot gespeeld? Ja, zeker weten. Ik vond me in eerste instantie een beetje tegenvallen, maar later begon hij toch een beetje aan me te groeien. Vond ik het wel een leuke game. Ik vind hem alleen niet zo mooi eruit zien. Weet je, als je Dragon Ball Fighters eerst hebt gehad 2 jaar geleden, dan vallen de graphics een beetje tegen. The Force will be with you. Always. Hey, Raymond! Dankjewel voor je resub, man. 10 maandjes alweer, hoe is het? De nieuwe DLC, is daar een nieuwe DLC voor? Dat wist ik niet eens, man. Wat is die DLC dan? Beerus! Beerus-sama. Vet. Ik vind Beerus vind ik echt een heel vet character. En Whis trouwens ook. De reden waarom je als tweede crew elkaar niet kunt joinen is omdat je zwaar OP bent voor andere schepen. Stel je voor 16 man voor galleons en een sloepje. Maar dat is toch het piratenleven, Luke? Dat is toch het piratenleven? Bijna extra lang weekend. Het voelt enerzijds, ik werk elke dag vanuit huis, maar het voelt enerzijds alsof ik alleen maar weekend heb waarin ik werk. Ja, echt. Ik vind Dragon Ball Fighters een van de mooiste games ooit gemaakt. Qua grafische pracht en praal dan natuurlijk. Hè. Oké, wat staat er nu bij City Goals? Telde dat als een event? Ja, dat telde als een event. There are 185 tokens left in the city. Jesus. Maar waar liggen die tokens dan? Moet nu gewoon een random token gaan vinden? Dat is niet leuk. Volgens mij zag hij hier iets op het dak. Als de camera toestaat. Nee. Even copy-paste gedaan. If you seek greater power, Whis is ready to train you in Dragon Ball Z Kakarot. Can you reach the Super Saiyan God form and manage to entertain Beerus? Find out with the first DLC now available as part of the Season Pass. This boss battle episode includes new transformation, new super attacks, combo level unlocked, new soul emblems, new items increasing XP. Oké, okay, nice. Ik ga even informeren. Dan kunnen we misschien voor GameKings ook nog wel misschien een review-updateje doen ofzo. Maar waar zijn die fucking tokens? Somebody help me. Er zou wel een token liggen toch in Central Park. Moet haast wel toch? Lopen gewoon heel even door Central Park heen. Ik zie hier ook niks hoor. Ja, maar waarom noemen ze het nog steeds Dragon Ball Z? Ik zou het de Super DLC noemen dan. Want het is alleen maar Super Material. Ja, ik zie er hier eentje. Ding! Nou, kunnen we weer Story DLC doen. Of Story Mission doen. En het zal waarschijnlijk de laatste ook zijn, want ik moet natuurlijk straks online met Moe's Tavern. Nu moet de greenscreen nog opzetten en ik moet de belichting nog fixen. En ik moet nog eten, dat is ook niet onbelangrijk natuurlijk. Anders ga ik van mijn stokkie... Het is jammer dat ze niet gewoon doorgaan met het verhaal tot Tournament of Power.
Het werd wel een beetje slapjes daarna, toch? Nou, Van Loon, ik heb een Spider-Man game in VR. En nu je het zegt, ben ik helemaal vergeten. Maar misschien moeten we die deze zaterdag heel even doen. Het is de Spider-Man week, dus... Spider-Man Far From Home VR, die heb ik. Of was het Homecoming? Weet niet meer. Eén van die twee heb ik in VR. Dan swing je echt zo door de stad heen. Met die Oculus Rift controllers. My spider sense thingy going nuts. You might need to get somewhere safe. Gebeurt er nou? Nee, ik werd er niet echt misselijk van, om heel eerlijk te zijn. Eddie? Oh my god. You. I thought. My head. It's killing me. What's going on? Oh god. My head. Just being your Eddie is. My head is killing me. Hey, hey, hey! Krampen vingers van dit bitter meisje, man. Dus gewoon springen. Oh, nu ben ik het wel aan het neuken. Dus alleen maar springen en rammen. Huh? Waarom dat dan? Krijgt hij niet leven erbij daardoor? Fuck off, man. Ik stond echt een straatlengte voor. Dan word ik zo genaaid. Got him. Don't make me hurt you, Eddie. I'm totally serious. Oh.
Brock, sit. You guys the shield? You're in the way! Nog één nieuwe boss battle saga bij en dan nog één nieuwe story arc in Dragon Ball en dat is de season pass. Maar er kunnen ook nieuwe seizoenen toch komen met de tooth. Tango down, prep for evac. Tenminste, daar ga ik even vanuit. Als het populair genoeg is. Hey, what is this? What's going on? Nothing that concerns you. My bruised ribs beg to differ. Yeah. Okay then, sure. I'll just stay here and, oh, nuts. Oké, dat was hem jongens. Ik heb nu met Eddie gevochten. Eddie Brock. Venom. En daarmee is het zo goed als 7:30. En zoals jullie weten moet ik om 8:00 weer live zijn met Moe's Tavern. Zorg dat je erbij bent. Het wordt hartstikke gezellig. Als je nog geen biertjes hebt ingeslagen, doe dat nu dan nog. De winkels zijn nog open. En je mag voor de noodzakelijke boodschappen mag je gewoon naar buiten. Mag je gewoon naar de winkel. Dus ga naar de winkel. Sla die biertjes in. Doe het. En kom gezellig met ons chillen in de bar. Waarin we weer flauwe moppen gaan vertellen. Sea of Thieves gaan spelen dit keer. Met een mooie pirate crew. En ja, gewoon heel veel gelach samen. Dat is het allerbelangrijkste. Marketing on point hier al. Ik heb dan ook een marketingachtergrond, Crit. Hey jongens, ik wil jullie bedanken voor het kijken. Ik moet zeggen, ik heb me enorm vermaakt met Ultimate Spider-Man. Ik ga hem opslaan. Want ik denk dat ik deze nog wel een keertje verder ga spelen. Misschien niet dit weekend al gelijk, want dan begin ik een nieuw Game Plus van Marvel Spider-Man op de PlayStation 4. Maar mogelijk een ander momentje. Dus jongens, bedankt voor het kijken. En ik hoop jullie straks weer te zien. Later, ciao!